In dit verband is de levensbeschouwing achter een huis met het volgende voorbeeld duidelijk te maken. Als je de gekleurde leegwaren van Europese hout, cellulose en schelling met een groen dak en met zonnepanelen in een omgeving van allerlei grassen, wilde kruiden, struiken en bomen zet naast de witte huizen met PVC-kozijnen, gasbeton, plavuizen en gecultiveerde tuinen met een ketel die constant kooldioxide de atmosfeer in blaast, dan zal het duidelijk zijn dat ze symbolen zijn van een verschillende levenshouding en misschien wel ook van een verschillende periode in de geschiedenis. Zo zit er ook een hele levensvisie in een zonnepaneel. Je stopt heel veel geld in een idee. Dat doe je alleen als je ergens in gelooft. Je gelooft misschien dat het zonnepaneel het broeikaseffect zal verminderen. En je wilt het broeikaseffect verminderen omdat je gelooft dat het ten koste gaat van het klimaat op aarde. En je wilt het klimaat vervolgens stabiel houden omdat je gelooft dat je daarmee leed onder dieren en onder mensen kunt verminderen. Je gelooft de rapporten die zeggen dat het broeikaseffect de komende 10 jaren misschien wel miljoenen slachtoffers zal eisen. En die miljoenen slachtoffers herinneren je aan de verantwoordelijkheid die je als mens hebt voor de ander. Maar je kiest ook voor het zonnepaneel omdat je niet gelooft in de kracht van de mens. Je gelooft meer in de zwakheid van mensen die aan hun comfort blijven vasthouden, hoe duidelijk de signalen ook worden dat we op een wereldomvattende ramp afsteven. Het zonnepaneel is in die zin een illusie die een mooie toekomst voorspiegelt. De wet van Murphy bleek ook tijdens de installatiewerkzaamheden op te gaan. De oplevering was 31 maart gepland. Nu, 5 juni, werkt alles nog niet naar behoren. En het regent ook al vandaag. Maar door het creatieve denken van verschillende mensen is hij er toch en hij blijft er ondanks de regen de eerste PV-boulevard van Nederland. Niet in het minst dankzij Hans Corbé, die het plan met verven bij Novab verdedigd moet hebben. Want de aanvragen en de uitbetalingen kwamen razendsnel tot stand. En hij heeft zelfs zijn baas kunnen ompraten, Piet van Luit, om hier vandaag een inleiding te geven. Van Hans is de naam PV Boulevard ook, die heel adequaat is, vooral als Nederland eenmaal weet wat de afkorting PV eigenlijk betekent. Waarom kiest een docent levensbeschouwing voor zonnepanelen? Wil hij de wereld redden met een paar lege waren en wat panelen? Zo'n man moet lijden aan grootheidswaanzin of volslagen naïef zijn. En gelukkig voldoet mijn zelfbeeld aan geen van de kenmerken. Levensbeschouwingen en godsdiensten hebben nog nooit een allesomvattende oplossing van de wereldproblematiek geboden. Het gaat immers altijd om een eenzijdige visie, een model dat richting aangeeft, misschien een houvast biedt, maar meer helaas niet. Net zoals de Ark van Noach destijds en de regenboog destijds niet de mensheid hebben gered, zo zullen de leegwanen het broeikaseffect zeker niet tegenhouden. De milieuvriendelijke leegwanen geven net als zonnepanelen een beetje hoop. Hoop dat met de juiste instelling een duurzame samenleving bereikbaar is. Piet van Luit is themamanager van duurzame energie. U kent waarschijnlijk de doelstellingen in 2020, 33% meer energie-efficiëntie en 10% van onze dan bestaande energiebehoeften invullen met duurzame hernieuwbare bronnen. En u kent ze, het zijn wind, het is zon, het zijn warmtepompen, het is biomassa. En op een dag als vandaag ben je blij dat het antwoord op de vraag van het kind van pap, gaat de zon nooit uit, het antwoord bevestigd kan zijn. De vraag van wordt de wind nooit moe, denk je van nou op een dag van vandaag, helaas niet altijd. Maar even daar voorbij gaan. We zijn hier bij de opening van een project wat uniek is. En waarom is het uniek? En wat is het unieke hier? Niet dat er 1 huis staat met zonnepanelen, niet dat er 8 staan met zonnepanelen, nee, maar dat het een grootschalig praktijkexperiment is, zou je kunnen zien, van een aantal concurrerende systemen en partijen. En dat is nog nooit in Nederland ergens vertoond. Dus
ongeveer Rommel is erin geslaagd om alle verschillende continenten zover te krijgen om hier een zonnepanelen te installeren op een bestaande bouw. Dus wij als NOAA hebben ontzettend veel geleerd van wat er komt kijken bij het inpassen van dit soort systemen in bestaande bouw. En we zijn dan ook zeer geïnteresseerd naar alle uitkomsten die dit project zullen leveren. Het is om meer dan die reden een uniek project. Want de heer Kommer zei het al, het is niet alleen zon-PV, het is zon-PV, het is een complete integratie van duurzaam bouwen. En wat het aardige is, ik heb vannacht het genoegen mogen maken in een van de huizen te slapen. Het heeft nog te veel bij heel veel mensen het idee dat duurzaamheid en duurzaam wonen, dat dat betekent inleven op comfort. Dat je een veer moet laten voor je gemak. Nou, ik kan u verzekeren, daar is absoluut geen sprake van. Ik heb heerlijk geslapen met een aantal van mijn collega's. We hebben lekker warm gedoucht en we hebben genoten van het comfort wat de woning biedt. En als zodanig is ook dit een uniek project. Vorige week hebben we in Nederland gehad de Sustainable Trade Fair voor de tweede keer in successie. En daar stond als pièce de résistance een duurzaam droomhuis. En iedereen was zwaar onder de indruk van het huis. En als ik u dan vertel dat wat daarin geïntegreerd was aan duurzame opties, nog niet de helft was van wat hier in deze huizen al lang in de praktijk zit, dan is dat zeer opmerkelijk. En dat onderschrijft nog eens het echte unieke van dit hele project. En ik zou het persoonlijk niet voor mezelf kunnen verantwoorden als ik over 40 jaar, wentelend van in mijn graf, ik denk niet aan dat ik dat nog haal, zou moeten zeggen van, kijk daar, die gletsjers in de Himalaya zijn inderdaad verdwenen en ik ben daar mede verantwoordelijk voor geweest. Meneer Nijpels, u gaat straks die opening gewoon verrichten. En daarmee feliciteer ik u van harte en ik hoop dat u in de toekomst ook dat lichtend voorbeeld in de provincie mag blijven. Ik ben heel graag hier vandaag naartoe gekomen en als commissaris van de Koningin en deze provincie, maar ook als voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Omdat wij als Wereld Natuurfonds de afgelopen jaren ook veel hebben gedaan om dat debat over duurzame energie te bevorderen. En vooral ook om via een aantal initiatieven te laten zien dat duurzame energie niet zomaar een vraagstuk is van de tekentafel, maar dat je dat ook in de praktijk kunt realiseren als je dat maar wilt. En kortom, die 500.000 woningen, die zouden eigenlijk niet op de huidige manier gebouwd mogen worden. Daarvoor zou die overheid die strengere normen moeten voorschrijven. En die markt is bereid om heel veel te realiseren. En wat we van die overheid nodig hebben, is dat die overheid op een aantal punten wat scherpere voorschriften hanteert. En waardoor die markt daar vanzelf op inspeelt. Een ander voorbeeld op dit punt heeft te maken met de prijs van PV. Want de heer Gommers en mevrouw Visser zijn natuurlijk tegen het probleem aangelopen dat die PV-cellen dat die eigenlijk gewoon veel te duur zijn. En die overheid zou er dus voor moeten zorgen dat die prijs zo snel mogelijk omlaag gaat, zodat niet alleen in de derde wereld, maar ook in onze westerse wereld die PV-cellen, die PV-platen ook veel sneller kunnen worden geïntroduceerd. Shell heeft in dat opzicht bijvoorbeeld ook een goed voorbeeld gegeven door extra geld te stoppen in haar eigen fabriek. Natuurlijk doen ze dat ook niet, omdat ze ons allemaal zo aardig vinden, doen ze ook kijkend naar de aandeelhouders. Maar Shell heeft als groot bedrijf daarmee wel aangegeven dat ze duurzame energievoorziening, Shell is overigens ook nog de grootste bosbezitter in de wereld, dat duurzame energievoorziening, dat die ook op termijn onmisbaar is in onze samenleving. En dat een bedrijf dat zich nu nog voluit concentreert op de energielevering via de verbrandingsmotoren, dat die ook op termijn zal moeten overgaan op duurzame energie. Dat geeft minder zorgen voor vandaag en morgen. Bom, 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 duurzame energie. Bom, 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 duurzame energie. Energie. Dat de zon er altijd is. Het water altijd stroomt. En de wind die waait maar door. Ja, zelfs als je droomt, als je niet.
sneur 5 juni wie de landelijke Iependai duurzame energie. In het kader van die dag waart het Leguane zonnepaneelproject Iepene. Na een maand van voorbereiding is op 5 juni in Staveren op het Leguane Park de eerste PV-boulevard Iepene. PV stiert in dit geval voor fotovoltaïsche energie ofwel zonnepanelen. In het kader van de Nationale Dag voor Duurzame Energie wou hier toch Ed Nijpels het stadskostuum. En hij mocht, na een kwarte inleiding, de panelen in werking stellen. Onwijzig wie een verskate kopstikken van onder andere het NUJON, NOVEM, van de gemeente burgemeester Boekhoven en van de regering minister Annemarie Jorritsma. Nogmaals, heel veel succes met dit project. En met deze woorden wil ik graag de Energiedag, althans hier in de provincie Friesland, openen. De minister zal dat straks voor het landelijke deel gaan doen. Ik wens u allemaal nog een plezierige dag toe. Ja, een kwestie van het overhalen. En hiermee open ik officieel de groene Leguane. Het duurt even 4 seconden, dat is om het spannend te maken. Hij levert op dit moment 88 watt, 90 watt. En dat is toch wel erg weinig voor de 80.000 gulden die we op het dak hebben. Ja, het zou graag. Op grote schaal wordt het op pad. Het probleem is vooral een financieel probleem, waar ik ook in één lijn zo heb. De investeringen zijn voor een particulier te betalen. En de overheid moet dus in die beginfase moet de overheid helpen. Maar ja, met name over die PV-stellen heb ik al gezegd, die moeten heel snel in prijs omlaag. En dan kunnen ze maar samen op pad. Om duurzame energie, bom 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 bom, duurzame energie, bom 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 bom, duurzame energie, bom 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 bom, duurzame energie. Er zit in wind en water, in biomassa en de zon. Dat geeft minder zorgen voor vandaag en morgen. Bom 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 bom. Duurzame energie. Tijdens de openingshandeling in de stromende Rijn liet een bennenkoor een feskejere oer energie. De bezoekers koen verder nog de hele dag omzien en hun alles vertellen litten over de bio-ecologische wenten, maar de duurzame energie. Duurzame energie. Ik hoop toch dat er men wat zijn idee krijgt van wat hier allemaal. Heel veel plezier. Dank u wel.